сны злодейские, направда. Gdzieś taki sen, no nie, dużo tych snów nie mam, ale mam jeden, że jestem w jakimś muzeum i widzę taki mały portrecik Rembrandta, chłopca. Portrecik chłopca, pewnie jego dziecko, coś. I ja nagle widzę, że tak, ja stoję sama przed tym. Nikogo nie ma nagle, wszyscy inni oglądają co innego. Nagle robi mi się taki jakiś strasznie długi płaszcz we śnie, taki szeroki, długi. I ja zdejmuję ten obraz, wkładam do tego płaszcza. I teraz idę i tymi korytarzami idę do wyjścia, cała zlana potem jakby. Tego, i tyle ten obraz, na tym się sen kończy. Nie wiem, co dalej było. No. Goedemiddag allemaal. U zag de dichteres over wie het vanmiddag zal gaan. De Poolse Wisława Szymborska. Toen dit gefilmd werd, was zij denk ik al 86, 87, want het was niet lang voor haar dood. Ze is in 2012 op 88-jarige leeftijd overleden. En zij is vanmiddag het onderwerp van de volgende aflevering in Poëzie op de Zondagmiddag. Een maandelijkse serie die we bij de Nieuwe Liefde met alle plezier voor u verzorgen. En zo te zien krijgt u er zelf ook steeds meer plezier in, want de zaal wordt voller en voller. Heel erg fijn dat u er allemaal bent. Mijn naam is Tommy van Eck en ik zal u vanmiddag door dit programma heen proberen te praten. Dat zal me niet zoveel moeite kosten, want het is nogal wat. Dat zag u net al eventjes. Dat fragment van Szymborska, dat tekent haar eigenlijk ten voeten uit. Ze praat wat voor de vuist weg. Ze raakt aan het hogere, maar vooral ook aan het jatten van een schilderij. En daarna neemt ze een fikse teug uit een glas vieux of cognac. Terwijl ze grinnikt om haar eigen grap, die misschien niet alleen maar een grap is. Ik ga een beetje te snel voor mijn eigen gedachten, merk ik. Ik moet een beetje afremmen. Ik wil u vertellen dat zij in 1996, heel laat in haar leven, maar toch nog ruim op tijd, de Nobelprijs voor de literatuur heeft gewonnen. En mede daardoor is zij heel erg beroemd en bekend en veel gelezen geworden. En dat is een bijzondere eigenschap voor een dichter. Maar in haar geval geheel terecht. En ook niet onbegrijpelijk, omdat zij zich in het Pools uitdrukte. Maar ook voor wie die gedichten in vertaling leest, zoals de meeste van ons. Hoewel er zich ook Polen in het publiek bevinden, heb ik al gehoord. Die gedichten zich laten lezen alsof ze in je moedertaal geschreven zijn. Dat komt omdat zij, A, omdat zij van die toegankelijke gewone taal gebruikt. En B, omdat zij natuurlijk ook door de allerbeste vertalers vertaald is. In Nederland door Gerard Rasch en later door Carol Lesman. Belangrijke wegbereiders van dat werk. Na 1996 is ze over de hele wereld beroemd geworden, maar in Nederland ook door die goede vertalers. En zij heeft hier een enorme schare van hartstochtelijke liefhebbers. Daar zullen er zich ook een paar van in de zaal bevinden, denk ik zo. En daarom moeten we maar gauw overgaan naar de poëzie zelf. Toen Szymborska de Nobelprijs kreeg, toen schreef het comité dat zij haar de Mozart van de poëzie vonden. Dat is een vergelijking waar misschien wel iets op af te dingen valt. Maar als Szymborska de Mozart van de poëzie is, dan is degene die wij vandaag hebben gevraagd om haar gedichten voor te lezen, Olga Zuiderhoek, de Maria Callas van het Nederlandse theater. Want Olga Zuiderhoek, die hier al met afgrijzen meteen nu om deze kwalificatie op de eerste rij zit. Maar ik kon het niet laten, want Olga is toevallig een van mijn eigen lievelingsactrices. Dus ik ben gewoon heel erg blij dat zij er vandaag is om die gedichten waar ik ook zo van hou voor te lezen. En dat komt, u zult allemaal herinneringen aan Olga hebben, want zij heeft in bijna alle televisieseries en films gespeeld. Maar dingen die mij bijzonder zijn bijgebleven
zijn een toneelstuk dat ik nooit in het echt heb gezien, maar waar ik wel veel over gehoord heb. Izzy en Ollie in het hemelbed, dat ze samen met Ischa Meijer maakten. Ik heb wel gezien toen ik op de middelbare school zat, Olga aan het einde van de aspergetijd. Dat Frank Houtappels volgens mij geschreven heeft omdat hij jou in zijn hoofd had zo ongeveer. Daarna heb je nog in allemaal andere stukken van Frank ook gespeeld. En iets anders wat mij na aan het hart ligt is de serie Seth en Fiona die Paul de Leeuw heeft geschreven. Ongeveer speciaal voor Olga Zuiderhoek. Maar momenteel maakt ze furore in de serie Penosa. En vooral als koningin Wilhelmina in de musical Soldaat van Oranje. Het liefste zou ik willen dat ze eventueel 2 of 3 gedichten met de stem van koningin Wilhelmina voor gaat lezen. Ik weet niet of ik haar zo gek krijg. Dames en heren, Olga Zuiderhoek. Goedemiddag. Maria Callas zong ook vals, dat u dat weet. Dat mocht zij, maar misschien dat ik het per ongeluk ook soms wat struikel. Maar Tommy heeft mij verzekerd dat het rommelig mag blijven. Woordjes. La Pologne. Is het daar niet vreselijk koud? Vroeg ze. Ze was zichtbaar opgelucht, want je hebt tegenwoordig zoveel van die landen dat het maar het veiligste is om over het klimaat te praten. O, mevrouw, wil ik haar antwoorden. De dichters van mijn land schrijven met handschoenen aan. Ik wil niet zeggen dat ze die nooit uittrekken, maar dan moet de maan wel warmte geven. In stroven van louter oorverdovende kreten, omdat ze alleen zo door het gebulder van de storm kunnen dringen, bezingen ze het eenvoudige bestaan van de zeehondenherders. En onze klassieken griffen met een ijspegel van inkt in aangestampte sneeuwhopen. De rest, de decadenten, wenen met sneeuwkristalletjes om hun lot. Wie zich wil verdrinken, heeft een bijl nodig om een wak uit te hakken. O, mevrouw, mijn beste mevrouw. Dat wil ik haar antwoorden. Maar ik ben vergeten wat zeehond in het Frans is. En van pegel en bak ben ik niet zeker. La Pologne? Is het daar niet vreselijk koud? Pas du tout, antwoord ik, ijzig. De twee apen van Breugel. Zo ziet mijn grote eindexamendroom eruit. Twee apen zitten aan de ketting voor het raam. Buiten waait de hemel voorbij en baat de zee. Het vak is de geschiedenis der mensen. Ik stotter en modder. De ene aap die me aanstaart luistert ironisch en de andere doet alsof hij dommelt. Maar wanneer op een vraag een stilte volgt, zegt hij me voor door zacht te rammelen met zijn ketting. Stilleven met ballonnetje. Niet mijn herinneringen wens ik in mijn stervensuur. Ik wens de terugkeer van zoekgeraakte dingen. Laat die paraplu's maar komen, die koffer, handschoenen en jas, zodat ik zeggen kan, waar had ik ze voor nodig? Die spelden, 1 kam, 2, een kunstroos, touwtje, mes, zodat ik zeggen kan, ik zal niet om jullie rouwen. Waar je nu ook bent, sleutel, probeer terug te zijn op tijd, zodat ik zeggen kan, roest, mijn beste, roest. Er zal een wolk van briefjes, pasjes, formulieren vallen, zodat ik zeggen kan, het zonnetje gaat onder. Horloge, kom uit de rivier, laat me je in de hand nemen, zodat ik zeggen kan, je veinst de tijd alleen. Ook dat ballonnetje komt weer, dat de wind wegrukte, zodat ik zeggen kan, er zijn geen kinderen hier. Vlieg door het open raam, vlieg de wijde wereld in. Laat iemand roepen, ach, zodat ik huilen kan.
Ja, die mevrouw die kan het goed. Mijn god, die moet mijn tranen wegduwen, maar het mocht rommelig zijn. De vreugde van het schrijven. Waar rent die geschreven ree door het geschreven bos naartoe? Gaat ze van het geschreven water drinken dat haar snuitje als een doorslag spiegelt? Waarom tilt ze haar kop op? Hoort ze iets? Op vier van de waarheid geleende pootjes steunend, spitst ze onder mijn vingers haar oren. Stilte. Dat woord ritselt ook over het papier. En het duwt de door het woord bos veroorzaakte takken uiteen. Boven het blanco papier liggen ze op de loer. De letters die misschien niet zullen schikken. De insluitende zinnen waaraan niets of niemand ontkomt. In elke druppel inkt zit een flinke voorraad. Jagers met toegeknepen oog. Klaar om langs de steile pen omlaag te rennen. De ree te omsingelen en aan te leggen voor het schot. Ze vergeten dat dit niet het leven is. Zwart op wit heersen hier andere wetten. Een oogwenk zal zo lang duren als ik wil. Ik kan hem opdelen in kleine eeuwigheden, vol in hun vlucht gestuitte kogels. Zo ik het beveel, zal hier nooit meer iets gebeuren. Buiten mijn wil zal zelfs geen blaadje vallen, geen sprietje buigen onder de punt van enig reeënhoefje. Er bestaat dus een wereld waar ik absoluut over het lot regeer. Een tijd die ik met tekenketens bind. Een bestaan continu op mijn bevel. De vreugde van het schrijven. Het vermogen te bewaren. De wraak van een sterfelijke hand. Hemel. Hiermee had ik moeten beginnen. De hemel. Een raam zonder vensterbank, kozijn of ruiten. Een opening en niets daarbuiten, maar wijd open. Ik hoef niet te wachten op een heldere nacht, nog mijn hoofd in de nek te leggen om de hemel te aanschouwen. Hij is achter de rug, bij de hand en op de oogleden. De hemel omwindt me strak en tilt me van onderen op. Zelfs de hoogste bergen zijn niet dichter bij de hemel dan de diepste dalen. Op geen enkele plaats is meer hemel dan op enige andere. De hemel drukt even absoluut op een wolk als op een graf. De mol kan zich even hemels voelen als de uil die zijn vleugels wiegt. Een ding dat in de afgrond valt, valt van hemel in hemel. Korrelige en rotsachtige, vloeibare, vlammende en vluchtige lappenhemel, kruimelshemel, vlagenhemel, stapels. De hemel is alomtegenwoordig, zelfs in het onderhuidse duister. Ik neem de hemel op, scheid hemel af. Ik ben een val in een val, een bewoonde bewoner, een omhelste omhelzing, een vraag in antwoord op een vraag. De scheiding tussen aarde en hemel is niet de juiste manier om aan het geheel te denken. Ik kan er alleen mee overleven op een preciezer adres, dat sneller is te vinden als ik gezocht zou worden. Mijn bijzondere kenmerken zijn geestdrift en vertwijfeling. Dit is de laatste voor dit blokje. Gesprek met een steen. Ik klop op de deur van een steen. Ik ben het, doe open. Ik wil bij jou naar binnen gaan, overal bij je rondkijken. Met jou mijn longen vullen. Ga weg, zegt de steen. Ik ben hermetisch gesloten. Zelfs aan stukken geslagen zullen we hermetisch gesloten blijven.
zelfs fijn gewreven tot zand, zullen we niemand binnenlaten. Ik klop op de deur van de steen. Ik ben het, doe open. Ik kom uit louter nieuwsgierigheid, die alleen het leven kan bevredigen. Ik heb me voorgenomen door je paleis te wandelen en daarna nog blad en waterdruppel te bezoeken. Ik heb voor die dingen niet veel tijd. Mijn sterfelijkheid hoort je te ontroeren. Ik ben van steen, zegt de steen, en moet noodzakelijkerwijs mijn ernst bewaren. Ga hier weg, ik heb geen lachspieren. Ik klop op de deur van de steen. Ik ben het, doe open. Ik heb gehoord dat je binnen grote lege zalen hebt, onbezichtigd en vruchteloos mooi. Verlaten en zonder echo van enig voetstap. Geef toe dat je daar zelf niet veel van weet. Ja, grote en lege zalen, zegt de steen. Er is alleen geen plaats. Mooi, wellicht, maar dat gaat de smaak van jouw gebrekkige zintuigen te boven. Je kunt me leren kennen, maar ervaren nooit. Mijn hele oppervlak keer ik jou toe. Mijn hele binnenste wend ik van je af. Ik klop op de deur van de steen. Ik ben het, doe open. Ik zoek in jou geen toevlucht voor altijd. Ik ben niet ongelukkig, ik heb zelf ook een huis. Mijn wereld is een terugkeer waard. Ik kom en ga met lege handen. En als bewijs dat ik hier werkelijk was, kan ik slechts beschikken over woorden die niemand zal geloven. Je komt er niet in, zegt de steen. Je mist het zintuig van de deelname. En er is niets wat dat vervangen kan. Zelfs een tot alziendheid aangescherpte blik baat je niets zonder het zintuig van de deelname. Je komt er niet in. Hebt er nauwelijks een idee van. Bezit nauwelijks zijn kiem, de verbeelding. Ik klop op de deur van de steen. Ik ben het, doe open. Ik kan niet 2000 eeuwen wachten voor ik in jouw huis mag komen. Als je mij niet gelooft, zegt de steen, vraag dan het blad. Je zult hetzelfde horen. Vraag het de waterdruppel. Zijn antwoord luidt net zo. Vraag het tenslotte een haar op je eigen hoofd. Een lach zwelt in me aan. Een reusachtige lach, maar ik weet niet hoe ik hem moet lachen. Ik klop op de deur van de steen. Ik ben het, doe open. Ik heb geen deur, zegt de steen. Dankjewel, Olga. Ik heb spijt dat ik van de zenuwen zei dat het me leuk leek om je te vragen om het met de stem van koningin Wilhelmina te doen. Dat was een stom grapje, want als ik je dat zo hoor voorlezen, dan moet je helemaal niks anders ooit meer met die gedichten doen. Heel erg mooi. In datzelfde juryrapport van die Nobelprijsjury, daar stond in dat Szymborska weliswaar vaak schrijft vanuit haar eigen ervaring of haar ervaring van de werkelijkheid, van grote gebeurtenissen, maar dat haar schrijfstijl zich kenmerkt door de ironische precisie waarmee ze inzoomt op een detail, waardoor dat detail een universele betekenis krijgt. Dat hebben we heel mooi kunnen horen in de gedichten die je nu al hebt voorgelezen. En met die gedachte hebben wij als programmamakers geprobeerd, dat proberen we altijd, vandaag dus ook weer, om te bedenken welke muziek er mooi zou zijn bij die poëzie van Szymborska. En toen kwamen we uit bij iemand die hier al eerder te gast is geweest, namelijk Mike Ventros. Dat is een beetje ingewikkeld uit te leggen waarom we bij hem uitgekomen zijn. En hopelijk hoeft dat ook niet te worden uitgelegd, want hoort u dat straks vanzelf. Het heeft een beetje te maken met het feit dat Mike zich
bekwaamt, zich een reputatie verwerft met de voordracht, de uitvoering van muziek die ook vaak inzweeft tussen het vrolijke en het ernstige. Dat doet hij met zijn ensemble La Sfera Armoniosa. Zeg ik dat goed, Mike? Ja. Wil je op het podium komen en ons laten horen wat je hebt bedacht? Wat ga je spelen? Nou, ik speel eerst een stuk van Hieronymus Kapsberger, of Giovanni Kapsberger. Het is een Duitse virtuoos uit de 17e eeuw. Hij is van Duitse afkomst, maar hij is in Italië geboren. Hij werd Il Tedesco della Tiorba genoemd. De Tiorba. Wat is dat? Is een instrument dat je ook bespeelt? Nou, dat is deze dus. De Tiorba, of de Tiorba in het Italiaans. En vanuit Italië heeft dit instrument zich over Europa verspreid. Is ook in Nederland terechtgekomen. En onze Constantijn Huygens speelde de Tiorba. En zong daarbij ook zelf. Heeft heel mooie muziek geschreven. En nou goed, Mirjam had me gevraagd, de muziek moet niet te lief zijn. En mag wel ingetogen af en toe, maar vooral ook pittig. Nou ja, ik speel als eerste stuk van Kapsberger. Van Kapsberger werd gezegd, als hij de snaren van de Tiorba behoort, dan dondert het met Duitse passie. En daarna speel ik een stuk van Robert de Vizé. Dat is iets meer ingetogen. Rondo van, dat is Franse muziek, Robert de Vizé. Eerst Duitse passie en daarna Franse liefde. We gaan naar je luisteren, Mike Frentros. Thank you.
Co to jest? Zaraz. Ciężkie. Ciężkie. Jakieś metalowe albo kamienne coś w środku. Blisko. Tak, tak. Tu nic? Nie. Zajrzyj do tego. Medal jakiś. Proszę bardzo, to otwórz. Jakiś medal. Nie. Tak mi się wydaje. Nie. Nie medal. Pieniądz. Nie pieniądz, żaden pieniądz. No co to może być? Nie, no już nie, więcej nie zgadnę, bo co? To jest obraz, który wygrałam na loteryjce u Wisławy Szymborskiej. Ten obraz się nazywa Atropis. O, a to jest moja ostatnia wygrana, czyli garść pieniędzy. Tamten to był, że tak powiem, prezent duży, a to jest prezent mały. Tutaj mamy, to są czeskie korony, a tak naprawdę to jest notesik. A może zrobimy tak, że nalejemy ten koniak tutaj i zobaczymy, czy działa? Możemy. Wiesz, jak on się nazywa? Manneken Pis? Czy jak on się nazywa? On jest w Brukseli. Andy? Ja wszędzie bym chciała pojechać, ale bez występów, bez wywiadu, jako osoba prywatna i normalna turystka. A ty naciśnij. Nie. Oh my God. Manier? Brawo. Brawo. Wisława żyje swoim życiem prywatnym. Żyje zresztą tak, aby mieć zawsze czas na pisanie wierszy oczywiście, bo to najważniejsze, ale też na robienie kolaży i organizowanie słynnych swoich loteryjek. Kiedy poznałam Wisławę, miałam gdzieś tak około 18 lat i myślę, że jestem w tej chwili jedyną żyjącą osobą, która zna Wisławę tak długo. Ja już bardzo dawno temu udzieliłam wywiadu, dlaczego nie lubię wywiadów. Nie, dlatego, że jak się urodziłam, to podpisywałam kontrakt i w tym kontrakcie nie było nic, że będę udzielała wywiadu. Tak. Poza tym wywiad jest ciekawy wtedy, kiedy autor czy pyta, osoba zapytywana mówi o sobie. Ja nie lubię mówić o sobie, tak. Albo zapytywana jest o politykę. Ja też nie lubię o tym mówić. Co my tu widzimy? My tu widzimy raj. Ale w raju, dziwnym trafem, stoi czerwona budka londyńskiej, budka telefoniczna. Dlaczego wkleiła tą budkę tutaj Szymborska? Bo Szymborska dobrze wie, że Polacy chcą jechać wszędzie. To oni nie mogą nie mieć telefonu. No bo co to jest za raj, z którego nie możesz zadzwonić, że Polak musi się pochwalić. Raj bez telefonu w ogóle nie istnieje. No ale kto o tym wie? Szymborska. Świat umieliśmy kiedyś na wyrywki. Był tak mały, że mieścił się w ościsku dwóch rąk.
tak łatwy, że się dawał opisać uśmiechem. Tak zwykły jak w modlitwie echo starych prawd. Nie witała historia zwycięską fanfarą. Sypnęła w oczy brudny piach. Przed nami były drogie, dalekie i ślepe, zatrute studnie, gorzki chleb. Jest to wiersz z 1945 roku. Wisława była bardzo młoda, akurat skończyła gimnazjum i postanowiła zamieszkać samodzielnie. Wybrała dom przy ulicy Krupniczej w Krakowie. Pod numerem 22 znajdował się tam wówczas dom literatów, który po latach stał się legendą. Wówczas spotkali się w nim pisarze z różnych stron kraju, zniszczonego przez wojnę. Tu jest taka ciekawa fraza. Nie witała historia zwycięską fanfarą. Sypnęła w oczy brudny piach. Przed nami były drogi dalekie i ślepe, zatrute studnie, gorzki chleb. Nasz łup wojenny to wiedza o świecie. To ciekawy wiersz jest, ponieważ ona jak gdyby tak na drugim planie daje do zrozumienia, że może ta wojna, koniec tej wojny, to nie było takie radosne wydarzenie dla jej pokolenia, jakby się mogło wydawać. W zaplombowanych wagonach jadą krajem imiona. A dokąd tak jechać będą, a czy kiedy wysiędą? Nie pytajcie, nie powiem, nie wiem. Imię Natan bije pięścią w ściany. Imię Izak śpiewa obłąkany. Imię Sara wody woła dla imienia Aaron, który umiera z pragnienia. Nie skacz w biegu imię Dawida. Tyś jest imię wskazujące na klęskę. Nie dawane nikomu, bez domu, do noszenia w tym kraju za ciężkie. Nie skacz w biegu, syn będzie Lech. Nie skacz w biegu, jeszcze nie pora. Nie skacz, noc się rozlega jak śmiech i przed rzeźnia kul stukanie na torach. Chmura z ludzi nad krajem szła. Z dużej chmury mały deszcz, jedna łza. Mały deszcz, jedna łza. Suchy czas, tory jodą w czarny las. Tak to tak stuka koło, las bez polan. Tak to tak, lasem jedzie transport wołań. Tak to tak, obudzona w nocy słyszę. Tak to tak, łomotanie ciszy w ciszę. Kan ik ook hierdoor praten? Ja. U ziet beelden uit een film die door een Nederlandse filmmaker gemaakt is voor de VPRO en uitgezonden is in Het Uur van de Wolf. En de maker van die film is vanmiddag bij ons. Dat is John Albert Jansen. En ik wil John vragen om even naar voren te komen. John Albert Jansen. John, Hoe heb jij besloten een film over Szymborska te maken? Hoe is dat gegaan? Ik had het erover met Ad van Rijzenwijk. En Ad van Rijzenwijk is de Nederlandse uitgever van Szymborska. En we hadden het er al heel lang over gehad. En hij was op een gegeven moment zijn huis aan het opruimen. En daar vond hij een ansichtkaart die Wisława Szymborska hem gestuurd had in 1978... Wist jij wie zij was op dat moment? Jij kende haar werk. Ik kende haar werk, en dus we hadden het er al vaak over gehad. En op dat moment hadden we besloten, we gaan die ansichtkaart,
Die was ergens in een doos, die gaan we retourneren. Dus toen ontstond inderdaad het probleem, omdat we wisten natuurlijk dat ze echt heel erg moeilijk was wat betreft interviews. Ewa Lipska, eigenlijk de hartsvriendin van Wislawa Szymborska. Is dat een van die twee vrouwen die ja, dat was de vrouw met dat raadspelletje. Die hebben we benaderd en zeiden ze van, nou, we moeten kijken of we een list verzinnen. Je moet bij een film bijna altijd een list verzinnen. En hier, omdat het bij haar heel erg gaat over aan de ene kant diepe ernst, aan de andere kant scherts en onnozelheid, een soort spel. Mm-hmm. Dat we bedachten van, nou oké, okay, we gaan haar een cadeau aanbieden, we gaan die ansichtkaart sturen en we bieden een cadeau aan. En dat werd door Ewa Lipska uitgezocht en zei ze ook zo van, nou, je moet het inpakken en dan moet ze het raden. Ze moet niet precies weten, want dat vindt ze... Dus we kwamen eraan om 11 uur, ochtends. Ze was al aan de cognac, dus we werden onmiddellijk cognac in. Dus dat was de eerste ontmoeting. En, want kijk, je kunt niet aankomen met zo van, nou, we gaan de stoel neerzetten en we gaan een interview geven. Dus... Krijgen wij te zien nog, Mirjam, wat er in dat pakje zat? Nee, dan moet je dat wel even zeggen. Het was, wat was het nou ook alweer? Het was een haakje waar je handtas aan kon. Ja, precies. Dat had je voor de meegenomen. Ja, ja, ja. Nou, dat had Ewa Lipska dat gekocht. Want dat vond zij zo'n absurd stom cadeau, dat ze dacht, daar kan Wislawa vast en zeker om lachen. Precies. En dat gebeurde en ook. En van daaruit ontstaat er dan gewoon een soort atmosfeer waar je gewoon weer een paar stappen verder komt. En, want dus, wie had dan die manneken pis bij zich, als ik zo vraag? Die was zijn. Door... daarna heeft het een jaar geduurd voordat we haar nog een keer konden spreken. De film was eigenlijk inmiddels al bijna klaar. In januari 2011 was dat. En Ad vond op een gegeven moment die manneke pis op een marktplein in Antwerpen. En uiteindelijk kregen we na heel veel heen en weer kregen we toestemming om nog een keer te komen. Er was ook heel veel telefoongesprekken tussen Ewa en Wislawa aan vooraf gegaan. Want Eva had gezegd van, nou, we komen een half uurtje. Uiteindelijk werd het anderhalf uur. Dus er was een voortdurende scherts tussen Wislawa en Ewa. Zo van, Wislawa tegen haar, ja, je hebt me bedonderd. En dat kan helemaal niet, enzovoort. Alles op een soort schertsende manier. Dus we zijn toen nog één keer gekomen. En toen kwamen we met die manneke pis aan. Met een draaiende camera. Precies. Je wist wel dat dat in goede aarde zou vallen. Dat zij dat leuk zou vinden. Ja, omdat daaruit gewoon weer... Kijk, je probeert... toch bij elke film een soort essentie te raken. En omdat bij haar aan de ene kant het spel... en aan de andere kant de scherts en de absurditeit... en de onnozelheid een heel belangrijke rol speelt... was het sowieso niet de bedoeling om gewoon een gewoon interview te houden. We wilden gewoon een soort bijna impressionistische manier van filmen hebben. Ja, want je krijgt als je naar jouw film kijkt ook veel te zien van Polen. Landschapsopname. Ja. En beelden van mensen die zomaar voorbij lopen. En je hebt bijvoorbeeld een arts geïnterviewd over zijn... niet over zijn persoonlijke band met de dichteres... maar zijn persoonlijke band met het werk van Szymborska. Ja. Dus jij bent eigenlijk, als ik mag raden... dan heb jij geprobeerd om op eenzelfde manier een film te maken... zoals Szymborska schrijft. Nou, of dat niet? Is misschien een beetje overdreven, maar... Nou ja, nee, kijk, ik maak... Omdat zij bijvoorbeeld een gedicht kan schrijven vanuit het perspectief van een kat... die zich bevindt in het huis van zijn net overleden baasje. Ja. Hè, zij kan ook helemaal kruipen in iets, in iets onmogelijks. En als je jouw film bekijkt, heb je het idee dat je Szymborska ontzettend goed kunt begrijpen, ook als je nog nooit een gedicht van haar gelezen hebt. Nou, dat is natuurlijk... Kijk, ik maak een reeks films voor Poetry International. De eerste was Vreed Geluk over Klaus. De tweede dus Szymborska, Adonis, de Arabische schrijver. We zijn nu bezig met de collagegedichten van Herta Müller. Maar het is steeds de bedoeling om niet een portret te maken, maar eigenlijk een reis door het land aan de hand van de gedichten. En zo... eigenlijk een idee te krijgen van de mentaliteit achter de poëzie. Want het is te obligaat om een film te maken over... ze werd toen en toen geboren en na een ernstige ziekte en twee scheidingen stierf ze daar en daar. Ik bedoel, dat is denk ik ook niet de essentie van haar poëzie. Dus die poging doe je en daarin probeer je bij elke dichter of bij elk werk... gewoon weer een eigen benaderingswijze te vinden. Dat is ontzettend goed gelukt, volgens mij. En die twee mevrouwen, werden je die in de schoot geworpen? Was dat gewoon iets wat je
tegenkwam? Of heb je daarop aangestuurd dat je ook veel met hun hebt gepraat? Of was Szymborska zelf heel ontwijkend? Ja, kijk, zij is natuurlijk per definitie ontwijkend. Die had eigenlijk geen zin. Nee, daar gingen we van uit. Dus we gingen ervan uit dat je via omtrekkende... Vaak kom je via omtrekkende bewegingen veel eerder tot de essentie. En dan moet je, zoals ik al zei, een soort list verzinnen. En bij elk werk en bij haar is dat spelelement heel erg belangrijk. Dus dat probeerden we er gewoon in te krijgen. Nou, dat is ontzettend goed gelukt. Dank je wel dat we stukken uit de film mochten laten zien en dat je erbij bent. Oké. John Albert Jansen. Olga, wil jij komen voor nog een paar gedichten, alsjeblieft? Kijk of alles op orde is. Ja. Het schrijven van een cv. Wat moet je doen? Je moet een aanvraag indienen en bij die aanvraag een cv insluiten. Ongeacht de lengte van het leven moet het cv kort zijn. Bondigheid en selectie zijn verplicht. Vervang landschappen door adressen en wankele herinneringen door vaste data. Van alle liefdes volstaat de echtelijke en van de kinderen alleen die welke geboren zijn. Wie jou kent, is belangrijker dan wie jij kent. Reizen alleen indien buitenslands. Lidmaatschappen waarvan, maar niet waarom. Onderscheidingen zonder waarvoor. Schrijf zo alsof je nooit met jezelf hebt gepraat. En altijd ver uit je eigen buurt bent gebleven. Ga zwijgend voorbij aan honden, katten, vogels, rommeltjes van vroeger, vrienden, dromen. Liever de prijs dan de waarde, de titel dan de inhoud. Eerder nog de schoenmaat dan waarheen hij loopt. Hij voor wie jij doorgaat. Daarbij een foto met één oor vrij. Zijn vorm telt. Niet wat het hoort. Wat hoort het dan? Het dreunen van papiervernietigers. Van boven gezien. Op de veldweg ligt een dode kever. Zijn drie paar pootjes heeft hij keurig op de buik gevouwen. In plaats van de chaos van de dood, properheid en orde. Deze aanblik is in beperkte mate angstaanjagend. Het bereik blijft zuiver plaatselijk, van kweek tot munt. Geen droefenis die overslaat. De lucht is helder blauw. Met hun schijnbaar minder diepe dood sterven dieren niet. Voor onze rust houden ze slechts op met ademen, waarbij ze minder gevoel en wereld verliezen. Van een toneel afgaan dat ons minder tragisch lijkt. Hun gedweeën zieltjes komen 's nachts niet bij ons spoken. Zij nemen afstand in acht. Zij kennen hun plaats. En nu ligt hier op de weg die dode kever en glinstert onerbarmelijk het zonnetje tegemoet. Verder denken dan hetgeen je ziet is hier niet nodig. Het is alsof hem niets belangrijks overkomen is. Belangrijk, zeggen we, dat hoort bij ons. Hoort bij ons leven, onze dood alleen. Een dood die ons zijn voorrang afdwingt. Haat. Zie eens hoe doelmatig nog steeds, hoe goed in vorm in onze eeuw de haat is. Hoe moeiteloos hij hoge hindernissen neemt, hoe makkelijk hij springt, zijn prooi bereikt. Hij is niet als andere gevoelens, tegelijk ouder en jonger dan zij. Hij brengt zelf de oorzaken voort die hem tot leven wekken. En als hij inslaapt, is zijn slaap nooit eeuwig. Hem verzwakt de slapeloosheid niet,
maar sterkt. Zonder religie of met, als hij maar kan knielen bij de start. Zonder vaderland of met, als hij maar snel weg kan komen. Rechtvaardigheid kan om te beginnen ook geen kwaad. Daarna rent hij graag alleen. Haat, haat. Een grimas van liefdesextase vertrekt zijn gezicht. Ach, die andere gevoelens, wat sukkelen ze lusteloos. Sinds wanneer kan broederschap op de massa rekenen? Heeft medelijden ooit als eerste de finish bereikt? Hoeveel mensen wekt de twijfel op tot daden? Dat lukt hem alleen die zeker van zijn zaak is. Bekwaam, snel van begrip, heel ijverig. Moet ik zeggen hoeveel liederen hij heeft gecomponeerd? Hoeveel bladzijden geschiedenis genummerd? Hoeveel menselijke kleden hij heeft uitgespreid? Op hoeveel pleinen en in hoeveel stadions? Laten we het eerlijk toegeven. Hij weet wat schoonheid is. Schitterend in zijn vuurgloed in de zwarte nacht. Prachtig zijn rokende explosies in de roze dageraad. Ruïnes kun je moeilijk hun pathos ontzeggen. Nog kun je de grove humor loochenen van de zuil die er kaarsrecht bovenuit steekt. Hij is een meester in het contrast tussen gedonder en stilte, tussen rood bloed en witte sneeuw. En wat hem boven alles nooit verveelt, het motief van de propere beul die boven zijn besmeurde slachtoffer oprijst. Op elk tijdstip open voor nieuwe uitdagingen. Als hij even moet wachten, dan wacht hij. Ze zeggen dat hij blind is. Blind? Zijn blik is even scherp als die van een sluipschutter en hij ziet de toekomst gerust tegemoet. Hij alleen. De eerste foto van Hitler. Wie is dat snoesje in dat babyjurkje toch? Dat is nu de kleine Adolf, het zoontje van de Hitlers. Zou hij misschien dokter in de rechten worden? Of als tenor in de Weense opera gaan zingen? Van wie is dat handje? Van wie dat oortje, oogje, neusje? Van wie dat volle melkbuikje is, weten we nog niet. Van een drukker, chirurgijn, koopman, pastoor. Waarheen zullen zijn koddige beentjes hem dragen? Naar de kindergarten, school, kantoor, een huwelijk, met de burgemeestersdochter misschien. Ons hummeltje, engeltje, kruimeltje, zonnetje, toen het een jaar geleden ter wereld kwam, ontbrak het niet aan tekens te land en in de lucht. De voorjaarszon, geraniums voor de ramen, de muziek van een draaiorgel buiten op straat, een voorspelling van voorspoed in roze zijdepapier, vlak voor de bevalling, de profetische droom van de moeder. Een duifje zien betekent een blijde boodschap. Deze duif vangen, er komt een lang verbeide gast. Klop, klop, wie is daar? Dat is Adolfs kleine hartje. Een speentje, luiertje, slabbetje, rammelaar, wat een joch. God zij geloofd en afkloppen gezond. Hij lijkt op zijn ouders, op de kat in haar mandje, op de kindertjes in een ander familiealbum. Nee, we gaan nu toch niet huilen. Meneer de fotograaf doet dadelijk klik onder zijn zwarte doek. Jongens, dit is wel pijnlijk. Ja. Ik word gek. God, nou ja, dit is dus dat rommelige. Hier. Atelier. Ik neem het even terug, sorry. Nee, we gaan nu toch niet huilen. Meneer de fotograaf doet dadelijk klik onder zijn zwarte doek. Atelier Klinger, Grabenstraße, Braunau. En Braunau is een kleine, maar keurige plaats. Betrouwbare winkeliers, nette buren. De geur van verse bolletjes en huishoudzeep. Geen jankende honden
of onheilspellende voetstappen. De geschiedenisleraar doet zijn boordje los en gaapt onder het nakijken. Het hongerkamp bij Jaslo. Schrijf dit op. Schrijf. Met gewone inkt op gewoon papier. Ze kregen niets te eten. Allen kwamen van de honger om. Allen? Hoeveel? Het is een grote weide. Hoeveel gras was er voor elk van hen? Schrijf op, dat weet ik niet. De geschiedenis rond skeletten af naar nul. Rond af naar nul. 1001 is nog altijd 1000. Het is alsof dat ene nooit heeft geleefd. Een denkbeeldige vrucht. Een lege wieg. Voor niemand opengeslagen ABC. Lucht die lacht, die schreeuwt en groeit. Treden voor een leegte die de tuin in rent. Niemands plaats in het gelid. Wij zijn op de weide waar het woord lichaam werd. Maar de weide zwijgt als een betaalde getuige. In de zon, groen. Niet ver weg, een bos. Hout om op te kauwen. Sap onder de schors. Het uitzicht was hun dagrantsoen, tot het hen verblindde. In de lucht een vogel die over hun lippen gleed als een schaduw van voedzame vleugels. Kaken gingen open. Tand sloeg op tand. 'S Nachts fonkelde aan de hemel een sikkel, maaiend voor gedroomde broden. Handen van donkere iconen vlogen aan met lege kelken in hun vingers. Iemand schommelde aan het spit van prikkeldraad. Men zong met aarde in de mond. Een lieflijk lied over de oorlog die in het hart treft. Schrijf op hoe stil het hier is. Ja. Dit is de laatste van dit blokje. Einde en begin. Na elke oorlog moet iemand opruimen. Min of meer netjes wordt het tenslotte niet vanzelf. Iemand moet het puin aan de kant schuiven, zodat de vrachtwagens met lijken door kunnen rijden. Iemand moet waden door het slijk en de as, de veren van de canapés, de splinters van glas en bloederige vodden. Iemand moet een balk aanslepen om de muur te stutten. Iemand het glas in het raam zetten, de deur in de hengsel stillen. Fotogeniek is het niet en het kost jaren. Alle camera's zijn al naar een andere oorlog. De bruggen moeten terug, de stations opnieuw. Van het opstropen gaan mouwen aan flarden. Met een bezem in de hand vertelt iemand nog hoe het was. Iemand luistert en knikt met een nog niet afgekletst hoofd. Maar om hen heen duiken al gauw lieden op die het begint te vervelen. Soms zal iemand nog onder een struik doorgeroeste argumenten opgraven en naar de vuilnishoop brengen. Zij die wisten waarom het hier ging, moeten wijken voor hen die weinig weten. En minder dan weinig. En tenslotte zo goed als niets. In het gras dat oorzaak en gevolg overwoekert, moet iemand liggen die met een aard tussen zijn tanden lui naar de wolken gaapt.
przyczynek do statystyki. Na 100 ludzi wiedzących wszystko lepiej 52. Niepewnych każdego kroku prawie cała reszta. Gotowych pomóc, o ile nie potrwa to długo, aż 49. Dobrych zawsze, bo nie potrafią inaczej. 4, no może 5. Skłonnych do podziwu bez zawiści. 18. Żyjących w stałej trwodze przed kimś albo czymś. 77. Uzdolnionych do szczęścia. 20 kilku najwyżej. Niegroźnych pojedynczo, dziczejących w tłumie, ponad połowa na pewno. Okrutnych, kiedy zmuszą ich okoliczności, tego lepiej nie wiedzieć nawet w przybliżeniu. Mądrych po szkodzie, niewielu więcej niż mądrych przed szkodą. Niczego nie biorących z życia oprócz rzeczy. 40, chociaż chciałabym się mylić. Skulonych, obolałych i bez latarki w ciemności. 83, prędzej czy później. Godnych współczucia, 99. Śmiertelnych, 100 na 100. Liczba, która jak dotąd nie ulega zmianie. Ik speel nu een stuk van een andere theorievirtuoos, Alessandro Piccinini. En dat is de man die beweert dat hij dit instrument heeft uitgevonden, eind 16e eeuw. Zijn later is uitgekomen dat hij niet eigenlijk uitvinder was.
Thank you.
Dankjewel, Mike Ventros. Het eerste stuk dat je speelde was een improvisatie op de stem van Szymborska zelf, die het gedicht Bijdrage aan de statistiek voorleest. Klopt dat? Ja. Dat voor de administratie. Hagar Peters is een Nederlandse dichteres die, ondanks het feit dat ze nog niet de helft van de leeftijd van Szymborska heeft bereikt, hard op weg is haar Nederlandse evenknie te worden. Dat doet ze door dichtbundels te schrijven waarin ze, zou je kunnen zeggen, met eenzelfde diepzinnigheid over heel alledaagse dingen schrijft. Zoals de beroemde eerste bundel Genoeg gedicht over de liefde vandaag. Dat is een titel die Szymborska zelf zo bedacht zou kunnen hebben. Hagar is gisteren pas door ons gevraagd of ze hier vandaag aanwezig kon zijn. Wat dat betreft zou ze zo een gedicht over dit weekend alleen al kunnen schrijven, volgens mij. Want ze liet zich zo net ontvallen dat ze het vervelend vindt dat ze vandaag een bril op heeft. Hagar Peters. Hier ligt trouwens nog een bril. Ik kan er ook twee op zitten. Kijken wat er dan gebeurt. Ik ga een column voorlezen en ik ga ook een gedicht voordragen. Dat gedicht daar sluit ik mee af, dat heb ik ooit voor Szymborska geschreven. Maar eerst de column en die heet Bijzondere Verrichtingen en gaat over de werkelijkheid in Szymborska. In het gedicht De Vreugde van het Schrijven, net ook door Olga voorgelezen in het eerste blokje, schrijft Wisława Szymborska: er bestaat dus een wereld waar ik een lot regeer dat onafhankelijk is. Een tijd die ik met tekenketens bind. Een bestaan continu op mijn bevel. De vreugde van het schrijven. Het vermogen te bewaren. De wraak van een sterfelijke hand. Waarop nam die sterfelijke hand dan wraak? Dat werd mij duidelijk toen ik eens autorijles nam. Het voordeel van dichten is immers dat je je aan de werkelijkheid kunt onttrekken, terwijl autorijden je met handen en voeten aan die werkelijkheid bindt. Na meer dan 10 jaar dichten waren mijn handen zo zeer naar de wraak op hun sterfelijkheid gaan staan dat het me moeite kostte een auto te besturen. Nu nam de sterfelijkheid, samen met haar lievelingszuster de werkelijkheid, wraak op mij. Dunne pennenpunten en lichte laptoptoetsen waren niet langer mijn gereedschap om vooruit te komen, maar lompe voetpedalen, een stugge versnellingspook en een stuur voor mijn knuisten. En die weg, die liep daar toch echt, en wel zo en niet anders. Ik kon de loop van de bocht met mijn geest niet verleggen. Van mijn fantasie waren de haaientanden niet onder de indruk, en de vrachtwagens op de invoegstrook naar de snelweg nog minder. Het ongetwijfeld nobele streven mijn ivoren toren te verlaten werd door de andere weggebruikers met weinig enthousiasme begroet. Mijn grillige geest moest pas op de plaats maken. En het is de vraag of het nog gaat, of hij niet al te zeer is verslaafd aan het verdwalen. Al bij het theorie-examen verloor ik mij in woorden en zinnen die in het theorieboek stonden. Ready-mades als kruiwagens en kinderwagens zijn geen wagens brachten mij in vervoering. Brommobiel en brombakfiets vond ik potsierlijk. In Bijzondere Verrichtingen las ik de titel van een poëziebundel. En in de omschrijvingen van voetgangers en bestuurders trok heel de karavaan der mensheid aan mijn geestesoog voorbij. Tijdens de praktijklessen schokte hij daadwerkelijk voor mijn wielen. De mens in zijn onmachtige gang van alle dag heb ik zelden naakter gezien dan vanuit mijn eigen veilige panzer de positie achter het stuur. Voorovergebogen liep hij, alsof hij zich door onzichtbare weerstanden worstelde. Soms staken hele gezinnen het zebrapad over. Het jongste eendje huppelde er stevast achteraan. Robert M. Persick verklaart in Zen and the Art of Motorcycle Maintenance dat je in de besloten ruimte van je auto niet beseft dat alles wat je ziet tijdens je rit uitsluitend nog tv is. En een al even misprijzende bewoordingen beschrijft Ingmar Heitse in Scooterdagboek: vanaf een motorzadel gezien zijn auto's beklagenswaardige dingen. Slakken van plaatstaal met versufte weekdieren erin. Een motorrijder daarentegen bevindt zich volgens Heitse in een permanente staat van wording. Worden is wat we willen. Het beangstigt ons om al te zeer te zijn.
tenzij dat een zijn in een gedicht is. Daarom is het niet erg om te zakken voor een rijexamen, troost ik mij. Schrijven is een papieren herkansing van alle falen in het leven en voornamelijk bedoeld om dat falen nog mooier te maken. En dus heb ik de stugge versnellingspook, het onhandig gaspedaal en het stuur voor mijn knuis te ver van mij geworpen om de pen met des te meer geestdrift op te nemen. En zie daar, inderdaad, waar rent die geschreven ree door het geschreven bos naartoe? En eens werd ik gevraagd om te komen voordragen op een poëziefestival in Warschau. Szymborska zelf zou komen. Maar nu stak de werkelijkheid opnieuw haar onfortuinlijk stokje ervoor, want vlak voor het festival overleed de dichteres die ik zo graag eens had willen ontmoeten en die zelf veel moeite had gehad met de aandacht voor haar leven, die kwakkelende werkelijkheid, terwijl ze toch alleen gekend wilde worden uit haar gedichten. En daarom schreef ik toen bij de biografie van Wisława Szymborska en met dat gedicht besluit ik dit. Bij de biografie van Wisława Szymborska. Ik had aangekondigd, zoek niets achter mij, alleen achter mijn woorden. Hou de deur naar mijn bestaan, de kamers waarin ik lijfelijk vertoef, gesloten. Open alleen die naar mijn geest. Zoals ik, of zoals Brassinga dicht. Dichten is van dichte deur een kier, licht dat aan de drempel lekt. Niets is daar dicht aan, alles ervan staat al open, wijd en is algemeen betreedbaar. Waarom de openbaarheid openen? Waarom het gemeenschappelijke aan u en mij nogmaals wereldkundig maken? Ook zonder weet u dat ik ben beweefseld zoals u. Het leven is een leven zoals dat van velen en het wordt geleefd. Niet nodig het te beschrijven, de kleine dagelijkse bedrijvigheden, de waggelgang van alle dag. Laat de kaften van mijn biografie gesloten. Buig u uitsluitend over hetgeen op altijd ondoorgrondelijke wijze aan de binnenkant van mijn hoofd ontsprong. Dank je. En ik ga nu beginnen met het gedicht waar Mike dus naast doorheen met elkaar speelde. En wat zij natuurlijk zo sprak als het gesproken moet worden. Maar ik weet ook dat ik vroeger als kind altijd dacht dat Stravinsky het beste was als Stravinsky ervoor stond. Maar Stravinsky zelf zei dat dat niet zo was. Dus ik ga het toch proberen. Een bijdrage tot de statistiek. Op elke 100 mensen zijn er 52 die alles beter weten. Onzeker van elke stap, bijna de hele rest. Bereid om te helpen als het niet te lang duurt, wel 49. De goedheid zelf, omdat ze niet anders kunnen, 4, nou misschien 5. In staat tot bewondering zonder afgunst, 18. Leven er in voortdurende angst voor iemand of iets, 77. Hebben er talent om gelukkig te zijn, ruim 20 hoogstens. Zijn als individu ongevaarlijk, maar slaan los in de massa, in elk geval meer dan de helft. Zijn wreed als de omstandigheden hen dwingen. Hoeveel kun je beter niet weten, ook niet bij benadering. Verstandig als het te laat is, niet veel meer dan voor het te laat is. Willen er van het leven alleen dingen? 40, hoewel ik me hier liever vergis. Duiken, een en al pijn in elkaar, zonder lantaarn in het donker. 83, vroeg of laat. Verdienen er medelijden? 99. Zijn sterfelijk? 100 op de 100. Een getal dat vooralsnog niet verandert. Dat is leuk, hè? Ja. Hoor je het, Szymborska? Het applaus voor jou. Psalm. O, hoe gebrekkig sluiten de grenzen van de mensenstaten.
Hoeveel wolkjes drijven straffeloos over? Hoeveel woestijnzand sijpelt niet van land naar land? Hoeveel steentjes rollen niet in provocerende sprongetjes bergafwaarts naar vreemde landerijen? Moet ik hier van elke vogel zeggen of hij overvliegt of juist neerstrijkt op de slagboom aan de grens? Zelfs van een gewone mus hangt de staart al buitenslands, terwijl zijn snavel thuis is en stilzitten is er niet bij. Van de ontelbare insecten beperk ik me tot de mier die zich tussen de linker en de rechterschoen van de grenswacht niet geroepen voelt te antwoorden op diens. Waar vandaan? Waarheen? Ach, als je heel die chaos eens precies kon overzien. Op alle continenten tegelijk. Smokkelt de liguster van de overkant niet net blaadje nummer 100.000 over de rivier? Wie anders dan de inktvis met zijn brutaal lange armen schendt de heilige zone van de territoriale wateren? Is er eigenlijk wel sprake van enige orde? Als zelfs de sterren niet uit elkaar te houden zijn, zodat we nooit kunnen weten welke voor wie schijnt. En dan nog dat verfoeilijke neerdalen van mist overal. En dat stuiven van de steppen, waar je ook maar kijkt, alsof hij nergens recht door midden wordt gesneden. En die stemmen die op gedienstige luchtgolven weer klinken. Dat gepiep dat om iets roept, gepruttel dat iets betekent. Waarlijk vreemd vermag alleen te zijn wat menselijk is. De rest is gemengd bos, mollewerk en wind. Een ui. Een ui is wat anders. Hij heeft geen ingewand. Is uit en ter na ui. Is uiterste uiachtigheid. Uivormig van buiten, uier tot in zijn kern. Zou hij zich zonder schrikken in zichzelf kunnen blikken. In ons alles wild en uitheems, nooddruftig met huid overdekt. In ons intern is het inferno, de onstuimige anatomie, terwijl in uien, uienhuizen en geen kronkeldarmen kruipen. Uiennaaktheid is veelvuldig, is diep en wat dies meer zei. Een consistent zijnde, de ui. Geslaagde schepping, door en door. In de ene zit een andere, in de grotere een kleinere. En zo ook alle volgende, de derde, vierde, verdere. Een fuga, inwaarts draaiende. Een echo, vormende een koor. Een ui, begrijp ik tenminste, 's werelds bevalligste buik, die zichzelf tot eigen glorie met oriolen omwikkelt. In ons vetten, strengen, aders, slijm en geheimzinnigheden. En wij zijn afgesneden van de perfecte idiotie. Ja. Nog twee. Allegro ma non troppo. Leven, zeg ik, je bent mooi, je had niet rijker kunnen zijn, niet mieriger of meer bemereld, niet kikkiger of pittiger. Ik probeer het leven te bevallen, het te vleien, weten wat het wil. Altijd groet ik het als eerste, trek daarbij een nederig gezicht. Ik kom van links of kom van rechts, loop het altijd voor de voeten. In vervoering stijg ik op, in bewondering val ik neer. Wat bosrijk is die bes. Wat brommerig die vlieg. Ik had het nooit geloofd als ik niet zelf geboren was. Leven, zeg ik. Ik weet niets waar ik jou mee vergelijken kan. Niemand maakt zo'n dennenappel. Geen betere, geen slechtere. Ik prijs je gulheid en precisie, je zwier en vindingrijkheid. En verder nog, en sterker nog,
je toverkunst en toverkracht. Ik hoop maar dat ik je niet kwets, je woede of je drift ontketen. Meer dan 100.000 jaar al doe ik mijn best voor jou en lach. Ik trek het leven aan een blaadje. Is het blijven staan? Ben ik gehoord? Heeft het eventjes, één keertje maar, vergeten waar het heen wil gaan? Dit is de laatste voor vandaag. Maar ze heeft er veel meer geschreven, hoor. Kleding. Jij trekt uit, wij trekken uit, jullie trekken uit. Jassen, blazers, colbertjes, blouses van wol, van katoen, polyester, rokken, broeken, sokken, ondergoed. Alles neerleggen, ophangend, gooiend over, stoelleuningen, vleugels van kamerschermen. Voorlopig, zegt de dokter, is het niets ernstigs. Kleed u weer aan, rust uit, ga op reis. Innemen in geval van, voor het slapen gaan, na het eten, terugkomen over 3 maanden, 1 jaar, 1,5. Zie je wel, en jij dacht, en wij vreesden, en jullie veronderstelden, en hij vermoedde, tijd om nog met bevende handjes knoopjes, ritsen, gespen, riemen, dassen, boordjes, dicht te ritsen, gespen, strikken, binden, sluiten, en uit de mouwen, de jasjes, de zakken, de tasjes, het verfrommelde, gestippelde, gestreepte, gebloemde, geruite sjaaltje te trekken, dat opeens nog veel langer van nut kan zijn. Dit is barokgitaar. De 17e versie van de huidige gitaar. Thank you.
Aczkolwiek jest bardzo piękny dowcip, nie wiem, czy panowie znają, że Einstein dostał się do nieba i dopuszczono go do Pana Boga i Einstein mówi: Panie Boże, całe życie myślałem, na jakiej to zasadzie wszystko jest. Wszystkiego tego dokonałeś. Jaki jest wzór na to? A Pan Bóg mówi, no to jest proste. Podszedł do tablicy, napisał długi, jakiś bardzo długi wzór. Mówi, już, to. Einstein podchodzi do tego i mówi, przepraszam bardzo, ale tu jest błąd i ten błąd potem się już powtarza. A Pan Bóg mówi, no właśnie.
Koopt u dan alsjeblieft een paar van die schitterende bundels bij onze vrienden van Boekhandel Perdue straks in de gang. Daar kunt u ook de film van John Albert Janssen kopen. Die we u ook van harte aanraden, zoals u ziet. Zo'n programma eindigen met een mop, voorgedragen door de dichter zelf. Dat is hier nog niet eerder gebeurd. Ik moet eventjes wat huishoudelijke mededelingen doen. Namelijk dat u ook een hapje kunt blijven eten. Dan moet u bij de kassa een kaartje kopen. En dan kunt u boven bij ons aanschuiven bij een zogenaamd aanschuifdiner. Ik weet even uit mijn hoofd niet wat de pot schaft. Maar het is altijd nogal smakelijk. Dus ik raad het u van harte aan. Volgende keer is op 14 december, de volgende aflevering van Poëzie op de Zondagmiddag, gaat het over Emily Dickinson. Onder meer met Bert Keizer en Esther Apitulai op viool. Dus daar moet u ook maar snel een kaartje voor kopen, want anders dan komt u er misschien niet eens meer in tegen die tijd. Ik wil iedereen die heeft meegewerkt aan het programma ontzettend bedanken. Mike Ventros, Hagar Peters, John Albert Janssen. Maar in het bijzonder wil ik Olga Zuiderhoek bedanken. Want ik heb het in de 2 jaar dat ik hier ongeveer rondloop nog niet meegemaakt dat Olga, als jij een gedicht voorleest, de hele zaal zijn adem inhoudt. En zelfs tussen de gedichten door applaus opsteeg. Leve Olga Zuiderhoek. Je bril. Leve Szymborska, op naar de borrel. Dank u wel.